Ja! Zin in! Heerlijk hoor! We zijn hier in Almere bij basisschool De Loofhut. De Loofhut. En wij heel bijzonder, want we nemen vandaag niet drie, niet vier, maar vijf kids mee. Vijf jongetjes en vijf meisjes. Veel mazzel op een selectiespel. Als het goed is, zitten ze daar. Tik jij even op de raam? Ja, oké. Go, go, go! Kijk eens, er komen ze aan. Ja, maak je klaar voor linkersoep. Iedereen heeft drie soeplikken. Gebruik die om aan de overkant te komen. Pak onderweg een soepstengel met je mond. Raak je de grond of laat je de soepstengel vallen, begin dan opnieuw. De eerste drie jongens en drie meiden die de overkant bereiken, gaan mee naar de battle. Ik heb gewonnen, Ronnie! Yes! Mannen, jullie zijn met z'n tienen. Er gaan er vijf over, dus 50% kans. Jullie klaar? 3, 2, 1, go! Terug! Je moet terug! Ja, goed zo. Ja! Twee petjes, naar wie gaan ze? Kom op! Nog twee petjes. Ja, goed zo. Is die voor jou of niet? Moet je wel snel zijn. En nou springen, misschien red je het. Ga door! Ja! Mijn naam is Sibe en ik doe geen sport. Mijn naam is Javen en ik doe ook geen sport. Mijn naam is Pelle en ik doe aan voetballen en kickboksen. Mijn naam is Mark en ik doe aan voetbal. Mijn naam is Damien en ik doe aan basketbal. En dit zijn ze dan, mijn vijf mannen! En dan nu de beurt aan de meiden. Meiden, zijn we er klaar voor? Want daar is iemand. Ja, nu nog vier te gaan. Ik ben Michelle en ik doe kickboksen. Ik ben Lynn en ik doe een kickboksen. Ik ben Kelly en ik speel hockey. Ik ben Camilia en ik vind het leuk om te gaan paardrijden. Ik ben Isabel en ik doe aan waterpolo wedstrijden en mijn turn. Dit zijn ze dan, mijn vijf meiden! Oh, nou, jongens, komt een beetje bij. Want we gaan even bekendmaken welke sport we gaan doen. Wij doen vandaag. Wat doen we vandaag? De battle! De battle! Basketbal! Die kant op, die kant op. Wist je dat? Basketbal werd uitgevonden door een meester uit Canada. Daar werd op een school altijd buiten gehonkbald. Dat is in de winter te koud. Balen. Dus werd een zaalsport uitgevonden. Basketbal. Eerst was het alleen een mannensport. Maar nu niet meer. Scoren in een basket, daar gaat het om. Meer dan 3 meter hoog hangt hij. De eerste baskets waren manden die aan de onderkant dicht waren. Werd in zo'n mand gescoord, dan moest de scheids de bal eruit halen. Tegenwoordig heb je allerlei soorten basketbal. De 3-tegen-3 streetbasketbal, waterbasketbal en zelfs op eenwielers. Wat een circus!
leuk dat jullie er zijn. Zo, hè? Ja, zeker. Hoppakee, ja. Hallo, goed, jongens. Dit zijn ze dan, de jongens die nou eigenlijk vanmorgen gewonnen hebben. En, ja. Hey, Floris, even, nu ik toch hier zo sta. Ja. Je moet toch voor basketbal heel lang zijn? Dit zijn ze dan, de 5 meiden die het vandaag moet gaan doen. Maken we een beetje kans, denk je? Tuurlijk, maak altijd kansen. Zullen wij die kant op gaan? Ja, gaan wij die kant op. Lopen even langs. We lopen eens even bos kijken. Wat ga je doen? We gaan die kant op. Waarvoor begin je daar? We nemen dit gebied. Oké, okay, nou, kom op, we gaan beginnen. We beginnen daar. Neem Kit. We hebben één iemand die doet basketbal, hè? Ja. Hoe lang doe je het al? Een jaartje. Ik vind het fantastisch. Hij doet. Zeker. Ik doe aan voetbal. Voetbal? En kickboksen. Heb je helemaal niks aan bij deze sport? Mm. Bij kickboksen wel, dan kan je meisje gewoon doen. Ja. Dat bedoel je. Vertel even over Kees. Kees is onze klassenmascotte. Oké, dat is jullie klassenmascotte. Ja. Ja, en hij is voor de meisjes. Ook hij is voor de meisjes, gelukkig, want dat is wel belangrijk. We gaan eerst beginnen met dribbelen. Wat in basketbal belangrijk is, dat je altijd een beetje door je knieën gaat. Dat is eigenlijk bijna alsof je gaat zitten op een stoel, maar net niet. Ja? En dan gaan we met rechts dribbelen. Het ziet er goed uit dit, hoor. Nee. Je slaat de bal niet, maar je duwt de bal. Kijk eens hoe het gaat. Zo. En probeer ook allemaal iets door je knieën te staan. Dan probeer je ook nog vooruit te kijken, dat je naar de rest van de zaal kijkt. Wat moet je hier? Blijf van het ding af! Nee, die nemen wij dan mee. Wat doe je? Nee, geef die Kees voor ons. Wie? Het is Kees, hij is voor ons. Kees? Vindt hij geluk? Ja, voor ons. En hij is voor de meisjes. En dit is dus jullie mascotte? Ja. We dribbelen met rechts en dan neem je een stap met links en dan doe je hem door je benen en dan ga je weer terug. Je komt met rechts aan en dan probeer je gewoon Kees voorbij te gaan. Maakt niet uit links of rechts, maar goed zo. Soepeltjes! Goed. Ik laat het even zien, Damien. Lekker. Dus je doet het door je benen? Ja. Dus dat we gaan... Mag heel even lenen? Ja, natuurlijk mag je hem lenen. Ik ben bezig met de dribbel. Laat even zien. Wat kom je nou eens toe doen? Dat kunnen wij ook. Laat maar zien, Leiden. Veel plezier. Veel plezier. Heel veel plezier. Wat nu? Nou, dan gaan we pasen. Ziet er goed uit, jongens. Wat wij eigenlijk leren met vangen als we wat jonger zijn, is wel eigenlijk met twee handen echt zo. En eigenlijk dat je duimen altijd achter de bal staan. Want als je je duimen niet achter de bal hebt en er wordt een bal naar je gepaast, kan die heel makkelijk of rollen of zelfs tegen je gezicht aankomen. We hebben er echt een strakke paas van te maken. Maar wat vinden jullie er zelf van? Hoe vinden jullie het gaan? Ja, het gaat wel goed. Vinden jullie het een leuke sport? Ja, superleuk. Best wel tof, hè? Ja. Nu heb je de dribbelen gehad, je hebt een paas gehad. Nu is het tijd om te proberen te gaan scoren. Ik heb altijd het idee met basketbal, als ik wil scoren, dat het gewoon mazzel is. Je hebt dat vierkantje achter de ring, zien jullie. We kunnen met z'n allen op dat vakje richten. Ja. Oeh, bijna. Bijna. Stop. Oh, dit heeft nog wel even wat oefening nodig. Als je scoort, is het 2 punten waard. Oké. Okay. Hoe je eigenlijk moet gooien, is met 1 hand. En je gebruikt de linkerhand, dus deze, gebruik je eigenlijk voor steun. Ja? Heel goed, heel goed. Ah, jammer. Een keer gooien. Prachtig. Ja! Wow. Oké, okay, dit was echt heel mooi, zonder geluid. Hé, hey, we gaan lekker, meiden. Houd het vol, hè? Zij hebben een mascotte. Waar is die van ons? Ja, die is van ons in de klas. Die hebben zij gestolen. Een mascotte? Gestolen? Ja. Nou, wacht maar af. Maar vandaag heb ik echt het gevoel dat we het gewoon kunnen gaan halen. Ja, ik ook. En dit is echt een van de eerste battles sinds lange tijd. Dus ik denk gewoon, we gaan het gewoon doen. Ja, dit keer gaat het echt lukken. Nou, nu de quizvraag van deze week. Ron, heb jij een goeie? Ja, Floris en Nienke laten de bal een paar keer stuiten. Dus de vraag is dan, hoe vaak raken de ballen de grond? Even kijken. Nou. Denk jij het goede antwoord te weten? Ga naar onderstaand adres en heel veel succes. Wie weet win je wel. Deze prachtige stepsporttas. Dat wil je. Is mooi, hè? Aan de finale. En hoe gaan we die spelen? Nou, we gaan 2 helften spelen. Het team aan het einde van de 2 helften met de meeste punten wint. We hebben ook een scheidsrechter, hè? En mag ik nog 1 ding vragen trouwens? Is dat jullie mascotte? Dit is Kees en Kees brengt geluk. En Kees is vandaag voor de meisjes, hè meiden? Ja! En wij dan?
Ja, had je er ook een moeten regelen. Ah, dat heb ik nou geregeld. Hier is de mascotte van de mannen! En hij is een stukje groter ook. En wij noemen hem Kees. Kees. Een beetje jaloers, maar we gaan ervoor. Hoppakee. Oké, jongens, we kunnen beginnen! Dus met deze seconde gaat het team fout. Hè? Heb jij nog de laatste tips voor deze jongens? Laatste tips, jongens. Keihard spelen. Kees is beter, hè? Ja, zeker. Oké, laatste team spirit. Ja. Nou, je moet gewoon hard rennen, goed je best doen en gewoon meer scoren dan de jongens. Dat is belangrijk. Oké, maar nog één keer de yell. Yell, yell, yell. De meisjes winnen wel. Supergoed, jij bent echt Camilla en Kanon. Houd het vol en jullie doen het allemaal heel goed. Je verdedigt heel goed. Ja, ja. Daar mogen we trots op zijn. Inderdaad, probeer elkaar wat meer ruimte te geven. Heb jij nog goede tips? Probeer iets dichter bij elkaar te staan. Ja. Wij waren enthousiast nu aan het rennen. Iedereen meteen terug op z'n man. Maar je moet gewoon weer bij je eigen man staan. En je mag de bal uit je handen afpakken, hè? Niet vergeten. Ja. Ja, en de aap brengt veel geluk. Hè? Ja, ja. En door, jongens. Kom, ja. Kelly. Kom op, Kelly. Ja, penalty. Oké. Achter je, Kelly. Achter je. Hallo. Ja, goed zo. Dat betekent dat de beker gaat naar de mannen! Heel spannend. Mooie battle. En volgende week zijn weer de meisjes die beter zijn als de jongens. Ik hoop het! Ik hoop het niet, maar je weet het maar nooit. Tot volgende week! Volgende week. Doei!